We gaan praten over Erdogan. In Turkije is de economie erg gunstig. Ja, de inflatie is ook hoog. Inflatie, maar niet te min. We gaan het hebben over premier Erdogan. Die was vandaag in Nederland en heeft meermalen Turkije buiten Turkije, de Turken buiten Turkije opgeroepen om trouw te blijven aan het moederland. En de vraag is of dat verstandig is. We praten erover met schrijver Özgün Akyol, die hier het boek Eus geschreven heeft. En met Mehmet Akkoç, voorzitter van de studentenvereniging Anatolia. Laten we eerst even kijken naar de Turkse premier. Toen Erdogan's auto voorbij kwam, werd er een leeg flesje naar de auto gegooid. En dat flesje raakte een volgauto. Eşcinsel bir aileye bir çocuğun teslim edilmesi bir defa o toplumun kendi genel ahlak kurallarına terstir. Kijk, de plaatsing van Nederlandse pleegkinderen is de verantwoordelijkheid van Nederland alleen. Böylece üçüncü çocuğun verilmesi de gündeme gelebilir. Büyükelçi. Özgün Akyol, jij schreef een stuk in de Volkskrant vanochtend waarin je het ware gezicht van Erdogan toonde. Of althans, het gezicht zoals jij het zag. Het gezicht van een man die de rechten van vrouwen, homoseksuelen en mensen met een ander geloof, dat hij daar toch iets meer moeite mee heeft. Is daar goed op gereageerd in zijn algemeenheid op dat verhaal? Ik heb de dreigementen en de scheldpartijen niet geteld, maar ik heb over het algemeen niet het idee dat de mensen blij zijn met die mening uit Turkse hoek, hè, op dat verstaan. Waarom eigenlijk niet? Is het not done om kritisch te zijn ten opzichte van Erdogan? Erdogan is de grote leider van de Turken en hij heeft een enorme aanhang, ook hier in Nederland. En op het moment dat je kritisch bent op die man, is altijd zo, iedere keer als ik een kritische tweet of een stuk schrijf over hem, dan krijg ik meteen bakken bagger eigenlijk over me heen. En dan word ik uitgemaakt voor landverrader en weet ik veel wat. Wat nog meer? Ik hoorde vandaag dat ik door de elite racisten, dat zijn jullie dan, word ik dan voor. Hebben we al vaker gehoord. Voor het karretje gespannen. Oh, zijn het die? Ja, ja, ik dus misbruik door jullie. Oh, om toch jullie mening wordt dan via mij verkondigd. Dat hoor ik ook heel vaak. Nou, je hebt tot nu toe alles precies voorgelezen wat we jou net hebben gezegd. Mehmet, ben jij het eigenlijk met hem eens? Als het gaat over de verheerlijking van Erdogan? Dat valt wel mee, denk ik. Ik bedoel, ik vind het goed wat hij doet en ik sta ook wel enigszins achter de dingen die hij doet. Maar om die man te verheerlijken, bedoel, het is uiteindelijk politieke leider. Dus het valt reuze mee, denk ik, vanuit mijn kant. Is het jouw grote leider? Nou, mijn grote leider. Hij is de leider van Turkije en dat is een land waar ik ook een nationaliteit van heb. Dus ja. Je hebt hem ontmoet, hè? Je zei wel trots van, ik heb hem hand gegeven en dan was je heel blij. Ja, we waren vandaag blij. Net wel. Vandaag inderdaad. Kregen we de gelegenheid om even een hand te schudden, kort onder ons te hebben en even een foto te nemen. Vond ik wel leuk. En ik vond het leuk om die gelegenheid te kunnen hebben. Ja. Maar om nou te verheerlijken, het is ook een man. De positie die Erdogan inneemt, en dat geldt misschien niet alleen voor Erdogan, maar in zijn algemeenheid ook wel voor Turkse leiders. Dat zij Turken, waar ook ter wereld, of in ieder geval waar ook in Europa, aanspreken op hun eigen nationaliteit. En zeggen, jullie zijn in eerste instantie Turk en in tweede instantie wonen jullie in een ander land. Ja. En je moet natuurlijk wel die taal van het andere land spreken, maar pas op, ik spreek je ook wel aan op je Turk zijn. In hoeverre voel jij je aangesproken op je Turk zijn en kun je misschien ook uitleggen wat dat is? Nou, ik voel niet zozeer een druk vanuit Turkije dat ik me zo heel Turks moet gedragen of zo. Het is gewoon een eigen keuze die ik maak. Ik bedoel, ik ben verstandig genoeg om die keuze zelf te kunnen maken. Maar ik zie het gewoon als een voordeel voor mezelf om beide culturen te kunnen hebben. En ik maak daar gewoon heel graag gebruik van. Maar ik voel niet echt een druk vanuit Turkije dat ik mijn Turks goed moet houden en vaak genoeg naar Turkije op vakantie moet gaan of zo. Misschien zijn er wel zulke uitspraken geweest, maar ik krijg geen telefoontje van de Turkse overheid dat ik dit jaar niet naar Turkije ben geweest of zo. Ja. Dat valt wel mee. Want wat jij schreef vanochtend was ook in jouw stuk, is dat de integratie van Turken eigenlijk veel slechter verloopt dan je graag zou willen. Ja. Taalachterstand bij wat jongere kinderen. Arbeidsparticipatie is wel groot, maar het blijft allemaal wel een beetje binnen de eigen club. Ja. Nou, het heeft te maken met, volgens mij, er is een soort van segregatie eigenlijk aan de gang. Ook jullie hebben een Turkse studentenvereniging. Dan vraag ik me af, waarom ga je gewoon niet mengen in de Nederlandse studentenverenigingen? Tegelijkertijd zie je heel veel, bijvoorbeeld Turkse moskeeën, Turkse sportverenigingen, Turkse cafés. Ze zoeken elkaar allemaal daar op. En wat je dan krijgt, is dat ze hun eigen identiteit in stand houden. En dat ze eigenlijk een beetje afzijdig houden van wat daar omheen gebeurt. En dat is mijn kritiek. Ik heb vrienden die op dezelfde basisschool hebben gezeten en die daarna ook naar de MAVO zijn gegaan als ik, maar die niet in staat zijn om nog steeds de Nederlandse volzin in elkaar te zetten. Ja. En op die manier krijg je dus, omdat ze dus zo
ja, eigenlijk samengenomen krijg je dus een soort van segregatie. Ja, ik weet niet. Ik heb ook wat collega's met me meegenomen. Ik bedoel, ons lukt het wel, denk ik, om een redelijk Nederlandse zin op te bouwen. Studentenvereniging, inderdaad. Ja. En ja, ik weet niet. Ik ben zelf ook actief geweest binnen een faculteitsvereniging op mijn universiteit in mijn eerste 2 jaar. Ik heb ook in de studentenraad gezeten. En ik bedoel, het is heel zwart-wit om te bekijken dat zich allemaal in zulke clubjes scharen en zich afzonderen van de buitenwereld. Dat alle Turken dat doen. Ja, ik zou een grote groep Turken. Maar bijvoorbeeld onze studentenvereniging, wij zijn ook heel actief op de universiteit gewoon. Ja. Wij organiseren activiteiten met Nederlandse verenigingen samen. Ik zag dat jullie een symposia organiseren en dat gaat dan over werken en leven in Turkije. Ja, en dan kun je niet zeggen dat de blik naar binnen is gericht. Dat blijkbaar willen jullie allemaal weg hier, lijkt me. Nee, we hebben een onderzoek gedaan. Ik bedoel, we zijn een vereniging op een academische instelling. We dachten, we doen een academisch onderzoek. Er zijn interessante resultaten uitgekomen. Ja. Het was zelfs in de Volkskrant gekomen. Het was zelfs, dacht ik, hier aan tafel genoemd. En daar waren gewoon interessante resultaten uitgekomen en die wilden we ook graag delen. Maar wat was interessant? Wij zagen in ons onderzoek, zeg maar, dat 42% van de jongeren ooit zo serieus zo'n stap zouden overwegen om naar Turkije te gaan als de kansen zich voordoen. Ja, terwijl waarschijnlijk bijna 100% van de jongeren niet in Turkije geboren is. Nee, dat is wel interessant. Dus ongeveer de helft wil daar naartoe. Waarom eigenlijk? Ja, zoals ik het aangeef, die jongeren. Maar heeft dat niet te maken met het verheerlijken van Turkije? Dat jullie allemaal naar Turkije willen? Want blijkbaar hebben jullie het hier niet naar jullie zin. Ja, willen allemaal naar Turkije, maar waarom wil je naar Turkije? Je zit wel heel erg jullie te zeggen, maar ik bedoel. Ik heb over die groep mensen dan die daar. Ik val dan ook graag onder die categorie, als jij het zo noemt. Maar ik ben heel blij met Nederland. Ik hou van Amsterdam. Mm-hmm. Ik zou me geen andere stad op de wereld kunnen voorstellen. Maar als zich een hele mooie kans voordoet, zeg maar, en ik kan in Turkije iets doen voor mezelf, waarom zou ik dat niet doen? Ik heb beide nationaliteiten, ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik hoef niet voor de keuze gezet te worden, je moet kiezen. Dat hoef ik niet te doen, dat hoef ik denk ik nooit te doen. Je hoeft sowieso niks te doen, jij maakt die keuze. Ja, maar jij zegt gewoon, ik zou voor kiezen om naar Turkije te gaan. Voor kiezen? Maar hebben de economische perspectieven daar, ja precies, hebben de economische perspectieven daar iets mee te maken? Nee, want de groei daar is veel hoger dan hier. Werkloosheid in Nederland is stijgende. Turkije wordt natuurlijk ook geopolitiek een steeds belangrijker land in dat gebied. Ja, ik weet niet. Nogmaals, ik zie het niet echt als verheerlijking. Het is meer zoiets van die jongeren, als ze die kansen zien, zeg maar, zouden ze die graag willen grijpen. Maar ik moet wel zeggen dat heel veel jongeren een rooskleurig beeld hebben van Turkije. Dat valt ook wel mee. Heel veel Turkse jongeren zijn veel Nederlandser dan ze denken. Dat wil ik dan ook wel gewoon gezegd hebben. Maar jij vertegenwoordigt nu toch een kleine groep, maar iets van 400 mensen die lid zijn van jouw studentenvereniging. Ja. Maar dat zijn mensen die een opleiding hebben. Dat maakt het misschien ook iets makkelijker dan de kritiek die jij hebt op een Turkse gemeenschap. Ik denk zelfs, ik wil niet al te cynisch doen, hoor, maar ik denk als wij met wat wij hier gewend zijn, als onze sociale zekerheden en alles wat we hier gewend zijn, dat we in Istanbul bijvoorbeeld heel moeilijk gaan krijgen, want het is gewoon een jungle daar. Mm-hmm. En ik heb laatst een reportage gezien, een derde generatie wil blijkbaar ook heel veel mensen willen terug naar Turkije. Mm-hmm. Maar ik heb niet het gevoel dat ze dat gaan redden daar. En dat is wat ik ook bedoel met verheerlijken. Je hebt hier je opleiding genoten, jullie zijn allemaal goed opgeleid, neem ik aan, dat is een studentenvereniging. Ja. Maar dat is nog geen zekerheid ook dat je daar gaat redden daadwerkelijk. Nee, maar dat is ook niet erg, zeg maar. Ik bedoel, je kan ook prima die stap nemen, falen en volgens terugkomen. Zoals ik aangaf, zeg maar, het is misschien heel opportunistisch. Maar zo is het wel. Ik kan die kans wagen en ik kan falen en ik kan weer terugkomen, zeg maar. Mehmet, als jij moet kiezen tussen Rutte of Erdogan? Ik zou zeggen persoonlijk Erdogan. En dan is het niet zozeer omdat hij het volk Turks is. Ik weet niet, ik vind Erdogan gewoon een besluitvaardiger en slagvaardiger leider dan Rutte. En ik vind hem ook toch een tikkeltje charismatischer dan Rutte, moet ik zeggen. En dat is het gewoon. Dus je moet kiezen tussen je Nederlandse of je Turkse paspoort? Een Nederlands paspoort. Dan kun je dus niet zo makkelijk meer naar Turkije als je dat goed uitkomt. Jawel. Wij kunnen toch ook? Kunnen wij er ook werk vinden? Hele geruststelling. Maar het mooie is ik denk niet dat ik ooit zal hoeven te kiezen. Dus, Als je kinderen krijgt, misschien heb je die al trouwens. Nee, nog niet. Is dan zijn of haar eerste taal Nederlands of Turks? Van huis af aan heb ik meegekregen dat mijn ouders zoiets hadden van, we leren hem eerst de Turkse taal en zeg maar op school en zo leert hij ook wel de Nederlands taal. Dus dat geldt dan ook voor mij. Waarom geldt dat dan ook voor jou? Want je bent een generatie verder. Zeg maar, op straat leert hij geen Turks, maar dat kan hij thuis wel leren. Op straat kan hij ook Nederlands leren. En ik beheers nu beide talen best wel vloeiend. En ik zie de voordelen daar ook van in. En ik zou ook niet weten waarom ik mijn kind daarvan zou ontnemen, zeg maar. Van de gelegenheid om twee talen vloeiend te kunnen spreken. Een reden zou kunnen zijn is dat zijn toekomst primair in Nederland ligt. Ja. En dat het belangrijkste is dat hij Turks of Nederlands volledig gaat leren. En dan pas het Turks. Want, ik heb het ook geleerd, toch? Ja, je hebt het ook uiteindelijk geleerd. Maar je bent ook maar je zegt nu ook van de prioriteit ligt wel bij. Tenminste, hij moet het wel leren, zeg je. Ik vind het wel belangrijk dat hij het leert, inderdaad. Ik bedoel, hij heeft twee roots. Hij is Turks en hij is Nederlands. En ik vind het belangrijk dat hij het leert. En wat is er nou mis met talen leren? Ik bedoel, dat is toch prachtig? Engels lijkt me ook een mooie, belangrijke taal om te leren. Die ben je schokvloeiend trouwens. Ja. 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 Zo.